pijnlijk tegenzet. Ik heb wel gedoucht en mijn haar gewassen. Oké, ik zal jullie nog vertellen wat ik vandaag ga doen. Ja, dus ik ben deze kleine dame. Antwerpen, je hebt verteld waarom, hè? Ik had een perfecte tijd om terug te lopen. Er stond gelijk een verzorger. Echt grappig. Nina en Sarah die waren net weer hier. Die werden gebracht. Mark kwam ook net thuis, maar we moeten mee. En ik weet verder niet hoe het valt. Goedemorgen, het is woensdag. En Sarah was al begonnen met de school en die gaat nu even snel ontbijten met Sarah. Het is over 5 minuutjes bellen met een gedeelte van de klas. Dus die ga ik zo vast aanzetten. Met mijn juf? Ja. Ik heb alleen een juf. Ja, je hebt 2 juffen. Ja. Doe maar vast je ontbijt nog even snel eten. Dit is niet mijn naam. Nee, daarom was ik toch al bezig. Ik zet hem op jouw naam. Kijk, wij zitten er al in. Ik kan niet zien of er al anderen in zitten, maar wij zitten er al in. Doe maar even snel je ontbijtje eten, schat. Dan heb je die ook op. Ik zal even het mediageluid. Zij heeft net... Wat zeg je? Ik werk bijna af. Goed zo. Vooral een heel klein klas. Heel goed. Ja, dat is het meeste werk, denk ik. Zij heeft net heel leuk met een paar klasgenootjes gebeld. Ze doen het in groepjes. Ja, met Nikki, Noah, Melle, ik, en Ellen en Verma. Ja. En die is nu de school aan het doen, want die moet dadelijk echt weg. Ik heb eindelijk tegenzet. Ik heb wel gedoucht en mijn haar gewassen. Mijn huid lekker dik ingesmeerd, want echt, wij ziet er niet uit. Mama, ja? Vertellen waarom, dan moet jij eventjes... Dat mag straks. Ga eerst maar even je werkje afmaken. Aan de camera. Ja? Als je werkje zo af is. Doe maar even afmaken. Ik heb nu thee gezet, want ik had echt nog niks gedronken. Want ik denk, nou, ik ga net eerst wel even douchen. En ik ga nu ook even een ontbijtje erbij maken. Ik ben helemaal into het gerooste brood. Maar ik heb altijd van die tics dat ik een tijdje dat helemaal lekker vind. En dan ben ik het weer zat erna. Oké, ik zal jullie nog vertellen wat ik vandaag ga doen. Ik ga gewoon bij mijn eigen winkelcentrum ga ik winkelen met Frederik en Gail. Dat zijn de tante en oom van mijn vriendin Mila. En dan gaan we lekker leuke dingetjes kopen voor onze ouders. En dat is weer een idee van mij. Ja, ik heb echt heel veel leuke ideeën. Ja, dus dat gaan we doen. School is zo goed als af, dadelijk nog een klein beetje. Ja, dus ik ben deze kleine dame. Antwerpen, je hebt verteld waarom, hè? Ja, Ja, maar meer weet ik niet. Ik had een perfecte tijd om terug te lopen. Er stond gelijk een verzorger. En ik denk dat dit het cadeau is dat ik besteld had. Ja. Het was al zo verschrikkelijk moeilijk om cadeautjes te vinden. Want de winkels zijn natuurlijk dicht en dan moest het ook nog op tijd besteld zijn. Maar hij is binnen gelukkig. Dus ik kan ze van de week even inpakken. Dat ga ik gelijk allemaal weer even opruimen. En dan ga ik sowieso heel veel even kleine dingetjes random opruimen overal. Echt grappig. Nina en Sarah die waren net weer hier. Die werden gebracht. Mark kwam ook net thuis, maar we moeten mee. En ik weet verder niet hoe wat, dus dat gaan we zo zien. Ik weet niet of ik het kan filmen of wat dan ook. Dat weten we zo. Vandaag we hebben een hele tas vol met cadeautjes voor jullie. Wow. Behalve voor jou. Ja. Want jullie hebben meegeholpen. Oh, gelukkig. We zijn weer thuis. En ik heb Merci gekregen. En deze highlighter, deze is wel echt super mooi. Je ziet hem niet zo heel goed zo. Zo'n beetje. Kijken.
Die heeft ze maar uitgekozen. En Marco die heeft een hele grote doos snoep gekregen. En slotspray. Die vind ik echt te grappig trouwens. Die slotspray. Hoe ze daar nou op komt. Hilarisch. En kijken of ik hem open krijg. Oh, ja. Even kijken. Oh, er zit ergens denk ik nog een plakbandje. Oh nee, ik heb hem. Kijken of je hem zo iets beter ziet. Ja. Kijk hoe mooi. Die heeft ze echt wel heel goed gezien. Kijk, zo is die. Zie je dat zo? Nee, het is te donker. Ja, geweldig. Highlighters hou ik wel echt van. Deze is wel echt heel mooi. Van Revolution. Dus hier ben ik wel echt mega blij mee. En Sarah die was nog aan het knutselen met Mila. Dus die is nu nog heel even daar. En die wordt dan... als ze dan klaar zijn, wordt ze hierheen gebracht. En dan gaan we zo lekker eten. Een van onze favoriete gerechten. Ah, this is the best. Zo lekker dit. En nu is het tijd voor weer een aflevering Penosa. En dan zijn we echt al op de helft van seizoen 4. En het zijn ook geen lange seizoenen trouwens. Dan nog 5 en een film. Ik ben echt, in het begin dacht ik, ja, ik weet het niet helemaal, maar hoe verder ik erin kom, hoe beter ik hem vind. Dus Marco die is zich nog aan het omkleden, die komt zo beneden en dan kunnen we gaan kijken. Marco is naar bed en ik ben thee aan het zetten als je iets hoort. Maar ik ga even voor Sarah alles weer klaarzetten voor morgen. Dan kan ze morgen gewoon goed aan de slag. Vandaag was dat, of gisteren, ja nee, vandaag. Was dat ook best wel een succes. Ik vond het ook helemaal leuk. Dat het allemaal gewoon helemaal leuk klaar lag. Dus het werkte ook wel motiverend op de een of andere manier. Zo. En dan ook voor het ontbijt. Daar zet ik ook elke keer alles voor klaar. Dat zei ik gisteren ook al. Ik heb nooit een idee om welk tijdstip ze uit bed komt. Dat kan echt tussen 6 en 11 zijn, zeg maar. En aangezien je toch niet naar school hoeft en ze niet licht ergens vroeg moet zijn. Ik ook echt zie, ja, er staat wel een wekker voor de warm. Maar dat ze er wakker van gaat worden. Zo. En dan kan ze in ieder geval gelijk alles doen. En nu ga ik mijn thee drinken. En nu ga ik uiteraard weer te laten slapen. Snel alles uit en mijn bedje in. Dus ik wil jullie zoals altijd bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!